Het Eid al-Adha of offerfeest is gisteren officieel ingeluid met het Eid-gebed op het Onafhankelijkheidsplein. Het gebed is georganiseerd door de Stichting Islamitische Gemeenten in Suriname, SIS. Honderden moslims hebben gisteren op het Onafhankelijkheidsplein gebeden voor land en volk. Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken, zei dat dit een uitdaging voor de regering is om in deze tijd met mindere middelen de economie van het land draaiende te houden. Toch doet de regering er volgens hem alles aan om met alle haar ten dienste staande middelen het welzijn van haar burgers als prioriteit nummer 1 te stellen. In het verband is het meer dan ooit een verantwoordelijkheid van elke Surinamer om de handen in elkaar te slaan en in solidariteit en dialoog met elkaar uit te kijken naar praktische oplossingen die onze ontwikkeling weer in een opwaartse lijn moet brengen. Kortom, de regering kan het niet alleen en doet daarom een beroep op de publieke offervaardigheid van elk een om bij te dragen aan het bewerkstelligen van een ommekeer in de huidige situatie. Het bereiken van eenheid, saamhorigheid en onderlinge solidariteit zal niet mogelijk zijn zonder offervaardigheid aan de dag te leggen. Landgenoten, broeders en zusters, Suriname is gezegend. Is gezegend met een multi-etnische, culturele en religieuze samenleving. Vanmorgen is het offerfeest bij de Surinaamse Islamitische Vereniging SIV aan de Keizerstraat ook gevierd met een Eid-gebed en gezellig samen zijn. Volgens Roline Samsudin, voorzitter van de Vrouwencommissie van de SIV, wordt na het Eid-gebed de dieren opgeofferd ter herdenking aan het offer dat Ibrahim heeft gebracht aan Allah. Wij vinden dat dat een heel groot offer is, dat vader Abraham zijn zoon al had gebracht om te offeren. En om dat steeds te herdenken hoeveel offer hij voor zijn schepper kon opbrengen, doen wij dat ook elk jaar. Maar het vlees dat wij dus hebben geslacht van het dier, dat moeten we verdelen onder de armen. Maar gebruiken jullie dat zelf ook? We gebruiken het ook, maar de bedoeling is dat we de behoeftigen daarmee voorzien. Dat is ook een ander aspect van dit feest, dat er eigenlijk gedeeld wordt met degene die het niet zo breed hebben. Ja, dat klopt. U hebt gezien, al heel vroeg stonden de mensen hier voor de poort. En het is jammer dat we de mensen zo de hele dag moeten laten staan. Maar we geven ze ook allemaal een bon. Dezelfde bon die onze leden krijgen, krijgen zij ook. Straks zult u zien datzelfde pakket wat onze leden krijgen, krijgen zij ook. Roline Samsudin, zij is voorzitter van de Vrouwencommissie van de Surinaamse Islamitische Vereniging, SIV. Vanmorgen tijdens de viering van Eid al-Adha of offerfeest in de moskee aan de Keizerstraat.